Zaterdagavond omstreeks 6:50 rukte de brandweer met meerdere voertuigen uit naar de Girds & Hands Singel in Bleeswijk. Daar was een uitslaande brand ontstaan in een loods met auto's. De brandweer schaalde ter plaatse op naar grote brand. Onder andere bluskorpsen uit Haaglanden, Rotterdam en Schiedam verleenden assistentie. De brandweer kwam met veel manschappen ter plaatse om het vuur te bedwingen. Naast de brandende loods stond een dieseltank van 1800 liter. De brandweer wist te voorkomen dat de tank in brand vloog of ontplofte. Er waren ook enkele explosies te horen vanuit de loods van waarschijnlijk ontploffende gasflessen. Kort voor 8 uur zaterdagavond waren de meeste vlammen al verminderd en was er minder rookontwikkeling. Omstreeks 8:45 gaf de brandweer het sein, brandmeester. Twee personen zijn ter plaatse behandeld voor rookinhalatie door het ambulancepersoneel. Zij hoefden niet vervoerd te worden. De oorzaak van de grote brand in Bleeswijk zal onderzocht gaan worden door 10 brandonderzoek van de brandweer. Wat de totale omvang van de schade is, dat zal later moeten blijken. De loods met inhoud is totaal verloren gegaan.